Voorzitter, het is niet uitlegbaar dat er een streep door derogatie is gezet. Sterker nog, ik vind het net zo belachelijk als toen er een streep ging door de pulskorvisserij. In beide gevallen boeren we qua duurzaamheid namelijk aantoonbaar achteruit. En waarom? Hoezo leven we in een wereld waarin allerlei andere argumenten het winnen van common sense? Het is wetenschappelijk onderbouwd logisch om in Nederland een derogatie te mogen toepassen. En bij elk ander scenario dan dat zal het CDA zich dus ook niet neerleggen. Noem het een gewasderogatie of een graslanderogatie of een ruimer afbouwpad. I don't care in goed Drents. In alle gevallen moet Nederland zich blijven inzetten om derogatie terug te brengen. Net als dat Nederland zich in alle gevallen moet blijven inzetten om de pulscore terug te brengen. Maar voorzitter, ik maak die vergelijking niet voor niks. Want de kans dat dat op korte termijn lukt is net zo klein als dat deze was toen de pulscore eraan ging. En ik heb gezien wat er met de vissersvloot is gebeurd toen we tevergeefs alleen maar naar Brussel zijn blijven kijken. Die prachtige vloot ligt er nu zwaar gehavend bij. En ik vrees en voorspel dat als we met derogatie hetzelfde doen, alleen maar naar Brussel kijken en in eigen land op de handen gaan zitten, er een ongekende koude sanering over het platteland zal razen. Voorzitter, geloof me, ik heb nog nooit zo vurig gewenst dat ik het verkeerd blijk te hebben als bij deze inschatting. Maar ik ben er helaas van overtuigd dat de koude sanering die eraan zit te komen een oplossing uit Brussel keihard gaat inhalen en ons met een ravage achterlaat. Een spoor van gesloopte gezinsbedrijven. Nu niks doen is kiezen voor een keiharde koude sanering. En ik denk het niet alleen, ik voel het al. Nu al. Bij ons gaan er al koeien weg en blijven er veel te veel lichtboksen leeg. Omdat ik weet dat ik aan het einde van het jaar de mest niet kwijt kan. Ik ben elke dag mijn bedrijf stukje bij beetje aan het opeten, omdat ik letterlijk klem zit. Die koude sanering is er niet morgen of aan het eind van het jaar of in september. Hij is er nu. En ik wil het niet laten gebeuren dat gezinsbedrijven op grote schaal verongelukken. En ik zie gelukkig een minister en een sector die dat ook niet willen laten gebeuren. En ik ben echt onder de indruk van de stap die NAJK, LTO, NZO en de Natuurweide dinsdag hebben gezet en waarvoor de Rabobank hun steun heeft uitgesproken. Want voorzitter, laat duidelijk zijn, er zijn geen makkelijke oplossingen meer. Als je alles op een rijtje zet, lopen ze zo'n beetje van pijnlijk tot onacceptabel. Ik ben altijd graag hoopvol, maar in dit geval vind ik het vandaag echt heel erg moeilijk om dat te zijn. Een dreigende generieke korting bijvoorbeeld. Dat is een doemscenario. Ik weet nog iets te goed hoeveel pijn dat deed toen we dat 8 jaar geleden hebben gedaan. En het risico dat we daarmee in één klap het winstgevende deel van de bedrijfsvoering onder alle boerderijen in één klap wegslaan is levensgroot. En dus vind ik het pakket maatregelen waar de minister mee is gekomen heel erg belangrijk. En dus vind ik het pakket maatregelen waar de sector mee is gekomen heel erg belangrijk. Het zijn maatregelen die elkaar aanvullen, die elkaar ondersteunen en een serieuze deuk in een pakje boter kunnen slaan. En, dat vind ik enorm belangrijk, daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van ruimte die wijkers bereid zijn te creëren voor blijvers. Voor de volgende generatie. En nee, voorzitter, dat zijn geen makkelijke maatregelen. Maar het is essentieel, als wij ooit een nieuw gesprek met Brussel überhaupt willen starten, zonder direct weer naar huis te worden gestuurd, dat we daarmee aan de slag gaan. Het is essentieel om een koude sanering het hoofd te bieden. En de landbouwpartijen hebben het terecht opgeschreven. Nu niets doen is geen optie. Dus, voorzitter, kijk ik naar de minister. Nu niets doen is geen optie. En dus roep ik de minister op, voorzitter, ga voortvarend verder met beide pakketten maatregelen. Kom zo snel mogelijk na het meireces met de uitwerking. Een nota van wijziging, een wetswijziging, whatever it takes. En neem daarbij de denkkracht vanuit de sector mee. Die hebben heel veel goede ideeën hoe we dat tot een goede eindstreep kunnen brengen. Ik hoor daar graag een reflectie van op de minister. Ik zie dat het hem wat kan schelen. 8 jaar geleden stond ik op een podium tegenover een staatsman waarvan ik dacht dat het hem niets kon schelen dat de derogatie eraan ging en daarmee een hele sector. Vandaag is dat gelukkig niet zo. En laten wij als Tweede Kamer dan ook onze rol serieus nemen om die minister in staat te stellen om de stappen nu te nemen die nodig zijn voor een toekomstperspectief voor die mooie sector. Dank u, voorzitter.
Dankjewel. Voor verder voor je inbreng namens CDA. Je hebt een zakje mes meegenomen, zie ik. Of zie ik dat verkeerd? Oh, meerdere. Dus hebben we allemaal gekregen. Dus verjaardagscadeautje van de pluimveehouderij. Van de pluimveehouderij. Dat is geen koeien. Die al heel goed bezig zijn met hun mest. Waar ik ook nog allerlei opmerkingen over heb. Maar dat komt dan als de minister met zijn uitgewerkte plannen komt.